Een hele goede dag, welkom bij de allereerste video op ons YouTube kanaal in 2024. Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor iedereen. Ik hoop dat jullie allemaal de vingertjes heel hebben gehouden, niet al te gek met vuurwerk gedaan hebben. Want 2024 gaat een mooi jaar worden en dat betekent dat je volle bak alert moet zijn en volle focus op de markt moet hebben. We gaan vandaag kijken naar Bitcoin, gaan we naar $50.000 doorstijgen. Staat er een mega prijsuitbraak voor de boeg voor Arbitrum, oftewel ARB. En we gaan natuurlijk kijken naar Injective. Dat en meer gaan we bespreken in de video van vandaag. Blijf dus zeker kijken, laat er vast even een like achter. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan gaan we snel van start met de video. Goed, dan gaan we beginnen met de video. 2023 was natuurlijk al een fantastisch jaar. We hebben heel veel groen in de markt gezien. Ik zit nu inmiddels 7 jaar in deze markt. En afgelopen jaar was toch wel de meest lucratieve jaar wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Ik verwacht persoonlijk dat 2024 nog wel een schepje erbovenop gedaan kan worden. En dat er dus nieuwe all-time highs kunnen gaan zien op Bitcoin en heel veel andere markten. Waaronder dus ook Arbitrum, die letterlijk vandaag of gisteren een nieuwe all-time high heeft neergezet. En daar gaan we zo meteen uiteraard ook naar kijken. Goed, allereerst Bitcoin. Laten we maar eens eventjes erop in gaan duiken. Weekly chart van Bitcoin. Pakken we even de RSI erbij. Ziet er nog altijd fantastisch uit. Ja, de RSI zit in de extreme. Maar zoals we al eerder hebben gezien, is dat niet per se garantie voor meer downside. En sterker nog, zolang er geen divergences aan het vormen zijn. Hè, dus dat we dus bijvoorbeeld higher highs in de prijs maken en lower highs in de RSI. Hoef je ook niet heel erg bezig te zijn met extreem bearish gedachten op dit moment. Hè? We zagen het hier bijvoorbeeld ook, kwam nu ook in extreem terecht. Heeft er nog een half jaar lang verder doorgetrend voordat hij uiteindelijk ging uittoppen. Dus RSI in de extreme zegt niet per se veel. Betekent alleen dat het ja, relatief minder interessant is om nog in te stappen in lange termijn posities. Want dat is natuurlijk wel zo. Hè? Je hebt al die tijd de kans gehad om in te stappen op 15.000, op 16.000, 20, 25, 30.000 heb je zelfs alle tijd gehad. Ja, je zit nu op 45.414. Ja, langzaam maar zeker moet je jezelf toch een beetje gaan afvragen, is het nog super interessant om te kopen? Ik denk persoonlijk nog steeds wel interessant, omdat ja, ik verwacht een 100k en hoger. Alleen ja, risk to reward technisch is natuurlijk wel wat minder aantrekkelijk geworden naarmate hij natuurlijk steeds hoger komt. Dat is gewoon logisch redeneren. Hoe hoger die komt, hoe minder interessant het wordt om te kopen. Hoewel vaak de massa juist in één keer enthousiast gaat worden en wil gaan kopen als de koers langdurig aan het stijgen is. Maar je moet juist andersom gaan denken. Op de momenten dat niemand geïnteresseerd is, als de koers aan het dalen is of aan het afvlakken is, een beetje in deze regionen, niemand heeft interesse in de markt. Dan moet jij juist actief gaan worden. Op de momenten dat langzaam iedereen wakker begint te worden en weer massaal begint te kopen, dat de massa weer de markt binnen begint te komen. Wat nu dus langzaam een beetje gaande is, mondjesmaat, nog niet echt FOMO, maar het begint langzaam wel op gang te komen. Ja, dan loop je eigenlijk alweer een beetje achter de feiten aan. Goed, al met al, ik verwacht gewoon dat we door gaan bewegen richting 48.185. Zolang we boven die 44.777 blijven. Gaan we eronder sluiten op de daily? Ja, dan zou het kunnen dat we wat langer weer terug in de range gaan blijven. Waarom? Omdat je dan een deviatie vormt en dan riskeer je dat je wellicht ergens weer wat lows op gaat zoeken. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat je nog langer gaat reaccumuleren. Ik houd persoonlijk nog altijd geen rekening. Ik heb het de afgelopen maanden zo vaak gezegd en ik blijf het gewoon zeggen. Ik houd geen rekening met serieuze pullbacks. Er was laatst ook mooi een tweetje van iemand op Twitter. Die had even opgezocht dat we momenteel een kleine 250 dagen hebben geen correctie meer gezien van 25% of groter. De laatste 250 dagen. En dat laat ook voor een deel wel zien dat de markt wat volwassener aan het worden is. Dat de volatiliteit iets meer aan het afnemen is. En dat dus meer grotere partijen, institutionele partijen, betrokken zijn in deze markt. Dan wil ik niet zeggen dat het niet kan gaan gebeuren, want zeker kan dat gebeuren. Alleen, ik zou er niet per se van uitgaan. De afgelopen 250 dagen is het niet gebeurd. Ja, waarom zou het nu in één keer wel moeten gaan gebeuren? Dus de stijgingen worden wat minder extreem, maar ook de dalingen worden gewoon wat minder extreem. De volatiliteit neemt iets verder af. En straks met een Bitcoin Spot ETF goedkeuring, als die dus gaat komen, dat kan dus mogelijk met een week al zover zijn. Wellicht wordt afgewezen
En dan wordt er later in het jaar opnieuw ingediend. Of wordt bijvoorbeeld uitgesteld. En wordt die alsnog goedgekeurd. Kan natuurlijk ook. Maar als het eenmaal zover is, gaan nog veel meer grote partijen intreden doen in de markt. Betekent dat nog meer die volatiliteit gaat afzwakken. En is die hele gekke dag van min 50 of min 40% in een dag. Dat zul je niet zo snel meer gaan zien. Ik zal nooit zeggen nooit. Want in de cryptomarkt kan alles. Als er echt veel paniek ontstaat, kan dat dus altijd gebeuren, alleen het is gewoon minder waarschijnlijk. Zo moet je het een beetje zien. Ik had 29 december al gewaarschuwd voor een potentiële breakout die eraan zat te komen, waarbij bij mij de neiging heel sterk was dat die omhoog zou gaan. Waarom? Dat had alles te maken met de RSI reset. Het is eigenlijk gewoon een hele simpele redenatie. Als je in een uptrend zit en je gaat vervolgens afkoelen, dan komt de RSI omlaag. Dat kan gebeuren doordat de prijs zijwaarts beweegt of omdat die omlaag beweegt. Als de RSI dan gereset wordt, zoals dus gebeurt rond het 50 RSI level, dan is de kans heel groot dat de koers genoeg is afgekoeld en dat we dicht bij een uitbraak zijn. Ik keek dus ook omhoog. Hè. De hoofdverwachting blijft hetzelfde, meer upside. En we zagen dat dus ook mooi gebeuren. RSI gereset, mooie bounce omhoog, nieuwe upside. En zo zie je maar dat zo'n RSI, je moet er niet blind op gaan traden, maar je kan het wel gebruiken als extra confirmatie voor je bias. En mijn bias was bullish en dit maakt het eigenlijk alleen maar meer bullish. En dat kan dus interessant zijn om dan lokaal te gaan kijken of je een long kansen kan gaan kopen. Nou, ik heb lekker vakantie gevierd, dus ik heb verder geen nieuwe positie meer geopend. We gaan met de educatiegroep de komende weken zeker kijken naar nieuwe investeringen. Want ik heb er een aantal op het oog en daar wil ik graag in gaan positioneren de komende tijd. Nu dus even met de schone lei beginnen. Verder geen nieuwe positie geopend. We hebben natuurlijk nog wel posities lopen zoals FedAI, Injective. Dat zijn natuurlijk long posities. En we hebben natuurlijk nog ook het spotportfolio, de gems. Dat loopt allemaal nog en dat blijft gewoon rustig doorlopen. Alle educatiegroepleden krijgen daar overigens ook gewoon gelijk een update van. Hè? Als ze een mutatie plaatsvindt, als we een verkooptarget instellen, als we een nieuwe investering openen. En dan kun je het allemaal terugvinden in het CCT-investeringsdashboard. Maar goed, het ziet er allemaal goed uit. RSI dus gereset. Ik verwacht gewoon meer upside. Als we iets lokaler gaan kijken, zie je ook mooi dat ook het lokale plaatje goed ondersteunt. We hebben hier de low opgehaald, waar die een fair value gap liggen. Dat is een soort onbalans in de prijs. En als er daarna een wikje erin komt, wordt die weer in balans gebracht. En dat zie je hier dus mooi gebeuren. Wikje erin en daarna de push omhoog. Had je een positie in kunnen nemen? Gaan we eens even inspecteren of dat een mogelijkheid was. Denk het wel. Er lag wel een scalpje. Als je namelijk lokaal de low pakt hier, want dit is namelijk de low, dan de high. En deze high heeft je naar een nieuwe low gebracht. Dan is dit je MSB. Heb je vervolgens nog geen closes boven, dus kun je nog niet op in gaan stappen. Dus je wilt hier de long nog niet gaan spelen, maar je hebt de confirmatie nog niet. Je moet eerst kantelen. Hier komt die kanteling wel. Zet je dus een higher high neer. En dan weet je dat je daarna op een pullback, ergens in dit stukje prijsactie, kan gaan kijken of je ergens de high low kan gaan spelen. En dat kun je doen op een vorm van demand, een orderblokje, een fair value gap of iets dergelijks. En dan zien we mooi dat hier een demand ligt. Ongetest, en dat was een mooie plek om een long in te gaan schalen. En dan is dus je entry op de bovenkant van de demand, zoals we altijd doen. Stoploss je dan onder de low. Ik zou met deze low erbij, zou ik die ook meepakken. Dan zet je hem ongeveer zo neer. TP1 op 2R. En dan zou je al bijna een TP'tje gehit hebben. In principe, ik verwacht gewoon verdere upside. Dus ik verwacht ook dat deze TP gewoon gehit gaat worden. Maar dit is hoe je in ieder geval de kans had kunnen benutten. Ik verwacht nu dus ook een beweging richting de andere kant van de liquiditeit. Hè. Dus aan de onderkant is het nu weg. Aan de bovenkant staat open. We zitten in een uptrend. RSI is gereset op de daily. Dus het momentum, de wind zit echt in de rug. Zo kun je het een beetje zien. De wind zit echt in de rug als je deze kant op aan het fietsen bent. En dan mag je dus ook verwachten dat de koers nu richting deze openstaande liquiditeit gaat bewegen op 45.946. En omdat we dan bouncen vanaf dit key level, is de kans gewoon heel groot, zeker aangezien we in een uptrend zitten, dat het dit gaat doen en dus de weg omhoog gaan voortzetten richting 48.185. Daar gaan we gewoon echt even kijken van wat gaat er gebeuren. Dat is wel een heel belangrijk punt. Deze high heeft helemaal naar nieuwe lows gebracht. Dus we gaan daar in mijn ogen wel iets van interactie mee zien, denk ik. Kom je naar boven, zet je een wekelijkse candle close daarboven, ga ik er eigenlijk persoonlijk vanuit dat je door gaat bewegen richting een nieuwe all-time high boven de 69.138.
Voordat we verder gaan met de rest van de video, even iets heel tofs tussendoor. We gaan namelijk met U-Hodlen samen een trainingcompetitie starten waarbij $5000 aan prijzengeld valt te verdienen onder de mensen die via onze link hebben aangemeld. Er staat een mooi linkje onder de video in de beschrijving en als vastgepind bericht. Als je daarom klikt en dan even een account aanmaakt en wat geld erop zet, kun je meedoen aan deze trainingcompetitie en valt er dus $5000 aan prijzengeld te winnen. Dus klik dus even op het linkje onder de video, dan word je doorgelinkt naar deze pagina en kun je dus ook aanmelden. Klik op een van deze linkjes eventjes. Als je naar beneden scrolt, zie je dus ook de informatie hierover en dus ook hoe je mee kan doen. Dus eventjes aanmelden via onze link, heel belangrijk, dus niet via de reguliere pagina, maar eventjes via onze link, dan doe je mee. Dan traden op je favoriete coins. Dat kan op Bitcoin, Ethereum. Staat een hele scala aan coins staat daar beschikbaar. En dan kun je dus crypto winnen. Dit is de prijzenpool. De nummer 1, die wint $1550. En zelfs plek 10 krijgt nog $100. Hoe meer volume je draait, hoe meer geld je dus ook kan verdienen. Als je even naar onderen scrolt, zie je ook nog de FAQ. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat de competitie loopt tot 28 januari om 12 uur 's avonds. En dan kun je dus ook zien hoe dat precies berekend wordt, wanneer een aanmerking komt voor prijzen, etcetera, etcetera. Ik raad je ook zeker aan om even de tutorial over U-Hodlen op ons YouTube kanaal te bekijken. Ik heb hem eventjes bovenin gelinkt. Er valt als het goed is nu een mooi pop-upje te zien en dan kun je naar die video toe gaan. Dan kun je zien hoe het platform werkt, waarom het interessant is, waarom het in mijn ogen ook veilig is en waarom het waardevol kan zijn om toe te voegen aan je arsenaal van verschillende platforms. Je kan namelijk rente verdienen op je crypto. Je kan dus inzetten op een daling of een stijging van de koers. En daar maak ik ook gelijk eventjes een mooi bruggetje naartoe. Want we hebben natuurlijk gisteren een mooi polletje eruit gegooid. En de stelling die ik had gedaan is: gaat een Bitcoin Spot ETF goedkeuring een Bar the Rumor Sell the News event worden? En dus mensen die in aanloop naar het evenement kopen en dus nu of de komende dagen gaan verkopen, omdat dus potentieel dadelijk een goedkeuring gaat plaatsvinden. Stel die goedkeuring komt, gaat dan de koers dalen of stijgen? Dus gaan we dus volatiliteit omlaag zien of omhoog? En dan kun je dus mooi op inzetten. We zagen dat een groot deel voor ja ging. Dus de meerderheid verwacht een sell the news event. Dat de koers dus gaat dalen als ze dus die goedkeuring gaan krijgen. Ik denk persoonlijk, ik ga een beetje tegen het momentum in van de massa, want vaak zit de massa ernaast. En ik zie steeds meer geluid dat mensen een sell the news event verwachten. Wat nou als mensen dus preventief gaan verkopen en de koers daalt dadelijk niet? Wat denk je dat die mensen gaan doen? Die gaan daarna weer de infomen, waardoor je dus nog hogere prijs gaat zien. Dus ik denk persoonlijk van niet. Maar daar kun je dus bijvoorbeeld ook op inzetten. En dat kun je doen door naar bijvoorbeeld multihodl te gaan. En dan kun je dus naar Bitcoin gaan en dan kun je dus inzetten op down of up. En stel je verwacht bijvoorbeeld down, dan kun je dus hier naartoe gaan, klik je erop en dan zie je onderin dus ook dat je daar geld op in kan zetten, bijvoorbeeld $79. En er staat wel, dat is heel belangrijk om rekening mee te houden, er staat gelijk de leverage op keer 50. Dus stel je wil graag een beetje conservatief zijn en niet te veel riskeren, hanteer dan wel alsjeblieft gewoon een lage leverage, want hoe hoger leverage, hoe meer geld je kan verdienen, maar ook hoe meer geld je kan verliezen. Of tenminste, hoe snel je het kan verliezen. Hè? Maar je kan niet meer verliezen dan wat je inzet natuurlijk. Maar wees er gewoon voorzichtig mee. Ga dus ook vooral die tutorial bekijken, want dan wordt het allemaal uitgebreid uitgelegd. En dan kun je dus vervolgens klikken op start en kun je dus inzetten op die daling als jij dus inderdaad eenzelfde nieuws event verwacht. Wel interessant om hier eens naar te kijken. Goed, wil jij nog extra verdienen bovenop wat je al kan verdienen op het platform, kun je ook van het affiliatiegebeuren gebruik maken. Dan ga je even naar je profile toe, dan scroll je iets naar beneden toe en zie je referrals en bonuses. En dan kun je dus jouw linkje delen met andere mensen en daar kun je dus ook vervolgens rendement op maken als zij ook op het platform storten en zij draaien ook volume op het platform. Nou, klik hier vervolgens op en dan zie je een linkje, kun je kopiëren en die kun je dus via WhatsApp, via Telegram kun je dan naar vrienden sturen. We hebben een speciale actie momenteel lopen en dat betekent dat je extra veel rewards kan krijgen als je dat op korte termijn doet. Deze actie is dus geldig een week lang en kun je dus inzetten om dus passief inkomen te genereren. Als je namelijk die link deelt, kun je dus geld verdienen als diegene dan vervolgens op een platform stort en ook volume gaat draaien daar. En hoe meer volume, hoe meer je dus ook kan verdienen. Dus stel, iemand stort bijvoorbeeld $7000 op het platform en die draait 3 ton aan volume. Lijkt veel, maar als je een paar keer gaat traden, kom je er al best wel snel aan. Krijg je dus al $50 aan extra rewards. En het kan oplopen tot $10000 aan rewards.
Goed, dan gaan we kijken naar Arbitrum. En Arbitrum heeft net het nieuwe all-time high neergezet. Ziet er dus zeer nice uit. En je vraagt je misschien af van hoe kun je nu het beste hierin positioneren. En dat kan op verschillende manieren. En ik zal het daar ook eventjes toelichten aan de hand van een voorbeeldje op Injective. Wat je heel vaak gaat zien in een sterke uptrend, zul je ongetwijfeld ook bij de altcoins gemerkt hebben, is dat je moeilijk in positie komt. Hè? Want de koers doet dit. In plaats van wat hij telkens tijdens een beermarkt doet, namelijk alles netjes terugtesten. En dan op een gegeven moment breekt hij er doorheen, maar dan test hij alles in ieder geval terug. Die kans krijg je niet echt in een bullmarkt, omdat heel vaak de trend dit doet, dan een stukje gaat consolideren en dan weer dit doet. En als je geluk hebt, dan komt die een keer iets dieper terug. Hè? Omdat Bitcoin een pullback maakt, kun je daar zeker van profiteren. Maar over het algemeen zul je zien, hier zag je nog netjes alles terugtesten, maar op een gegeven moment gaat hij lopen. Over het algemeen zul je zien dat hij niet meer netjes gaat terugtesten. Nou, dan kun je op verschillende manieren kun je op inspelen. Punt 1, kun je natuurlijk altijd gokken op dat hij wel een keer terug gaat komen. En nogmaals, je weet nooit of hij dat gaat doen. Maar als hij dat gaat doen, hè, als dit dan dat, dat is het enige wat je doet. Niet voorspellen. Interesseert me helemaal niks of de koers terug gaat komen. Ik weet ook niet of hij terug gaat komen. Ik heb namelijk geen glazen bol. Maar wat ik wel weet is dat als hij terug gaat komen hier, is het interessant om naar longs te gaan kijken. En dat is de zone op de 1.53 ongeveer. Daar kun je prima naar longkans gaan kijken. Idealiter zie je eerst nog een daily close hierboven. En dat die daarna terug gaat vallen. En dan kun je prima de high low spelen door of orders klaar te leggen. Of je wacht de extra confirmatie af. En dan ga je lokaal in de prijs ga je dus de longpositie spelen. Dat is in ieder geval een optie om te doen. Dat is dus met het scenario dat hij pullback gaat zien. Nou ja, we hebben net een nieuwe all-time high neergezet. Kans is groot dat hij nog flink door gaat schieten. En dan wordt het steeds minder realistisch. Stel, hij gaat wel terugkomen vanaf hier. Een 2-23% daling moet prima kunnen als Bitcoin ook iets van een pullback gaat laten zien. Aangezien ik persoonlijk geen pullback verwacht op Bitcoin, denk ik dat dit soort kansen nu wat lastiger zijn. Dus hoe kun je nu het beste hiervan profiteren? Ik ga het aan de hand van een voorbeeldje van Injective doen. Want wat ik namelijk graag wil doen, is niet hier in de FOMO kopen. Dat kun je namelijk gewoon niet doen. Als je dat aan het doen bent, ben je echt aan het gamblen. Gaat in de bullmarkt vaak goed, waarschijnlijk kom je vaak mee weg. Maar uiteindelijk gaat je dat gewoon de nek om doen. En gaat je veel geld kosten. Dus wees dan voorzichtig, ga niet in groene candles kopen. Maar wacht totdat die op een gegeven moment gaat afkoelen. Pak bijvoorbeeld ook eventjes de RSI erbij. Stel die komt straks in de extreme terecht, zit die nu al. En hij gaat daarna afkoelen. Je zag het hier al, hè? Dan komt er zo'n RSI reset. Ga dan positioneren bij die RSI resets. Hetzelfde geldt voor als je dan hier gaat komen in die consolidatie. Ga dan positioneren, want dan weet je dat de volgende leg eraan zit te komen. Zo heb ik dat ook met Injective gedaan. En dan gaan we eens even naar kijken. Dus we pakken mooi gelijk meerdere altcoins mee. We hebben namelijk flink geprofiteerd. Even kijken. Allereerst hebben we natuurlijk de weekly RSI reset meegepakt. Dat was deze consolidatiefase. RSI reset op de weekly. Hier zijn wij gaan positioneren in Injective. Hebben we meerdere keren posities ingeschaald. Volgens mij gemiddelde entry is rond de $7,5-$8. Dus je staat gigantisch in de plus natuurlijk. Je staat echt heel dik in de plus. Dat is ook een van de grootste klappers van de educatiegroep, investeringsportfolio en ook van het investeringsfonds. Dus dat is alleen maar lekker meegenomen. Maar je zag dus, RSI gereset op de weekly in een sterke uptrend. Geen flinke correcties, maar gewoon consolidatie. Weet je, hier moet je gaan anticiperen. Datzelfde hebben we ook gedaan hier zo. Hier hebben we een longpositie op Injective geopend. Die staat ook nog steeds open, als ik me niet vergis. Jazeker staat die open. Die hebben we namelijk hier ergens ingeschaald. Toen zagen we ook op een gegeven moment dat de RSI ging resetten. Dat zag je hier. Toen ben ik hier ergens lokaal in de prijsactie naar longs gaan kijken. Hebben meerdere TP's gehit. Is nu een open target en loopt gewoon lekker door. Dus dat was een goed voorbeeldje. Hè? Dus gebruik vooral die RSI resets in je voordeel. Daar kun je echt heel veel mee doen. Kijken of die hier lokaal misschien ook nog heeft plaatsgevonden. Nou, hier wordt die rommeliger, choppier. Dus dat betekent dat je er gewoon minder mee kan. Als je doorheen gaat golven, dan weet je, oké, RSI gewoon even links laten liggen. Of, wat nog beter is, vooral op de hoge tijdsframes kijken. Dus je ziet dat die hier nog niet gereset is. Er is dus een kans dat hij nog een keer een lag laag gaat maken. Maar, zoals ik altijd zeg, RSI is puur ter extra confirmatie. Het gaat om de prijsactie zelf. Dus het liefst is dat in lijn met elkaar, maar het hoeft niet per se. Wat je ook kan doen dus, is lokaal naar de prijsactie kijken. En dit is een beetje de consolidatie waar ik het nu over heb. We hebben een nieuwe all-time high neergezet.
En dan blijft hij eerst doorpulsen. Ja, laat je hem gewoon even lopen totdat hij gaat afkoelen. Hè? Arp dus ook. Autumn high neergezet, zal nog wel een stukje door gaan bewegen. En dan gaat hij waarschijnlijk ergens een keer afkoelen. Nou, hier op Injective is dat dus ook gaan. En wat we zagen was dat we hier een low hadden opgehaald. En dat deden we daarna nog een keer. En dat is voor mij een argument om dan niet meer naar deze demand zone te kijken. Maar lokaal te kijken of je iets van bullish prijsactie kan gaan vormen. En dat doet de koers. Want wat doet de koers namelijk? Hij zet een low neer, een high. En deze high breng je naar een nieuwe low. Dit is je MSB. Wat zien we dan vervolgens? We zien dat we dus een low, high, liquidity grab en daarna een higher high neerzetten. Dit is je extra confirmatie die je zoekt. En nu mag je in de prijs hier lokaal, mag je dus kijken naar een plek waar jij de high en low op kan gaan spelen. Nou, dat kan dus op een demand, een orderblokje, een fair value cap of iets dergelijks. En in dit geval was het een mooie fair value cap die in het oog sprong, waar je dus perfecte entry op had kunnen spelen. En dat is namelijk deze onbalans, dus de fair value cap die hier ligt. En wat je ook nog altijd kan doen is even met de FIPS confirmeren van de low naar de high. Dus je wil graag de correctie berekenen van deze beweging. Dus van deze beweging wil je graag de correctie in kaart brengen. Dus dan trek je van de low, trek je mee richting de prijs naar de high. En dan breekt die vervolgens dus deze FIPjes. En dan zie je perfect dat de FIPs perfect oplijnen, of ja, ongeveer oplijnen met de 705 met de fair value gap. Hier had je dus ook je entry op kunnen nemen. En vaak met dit soort fair value gaps leg je altijd de entry aan de bovenkant. En stoplosje kun je strak onder fair value gap plaatsen. Ik geef altijd de voorkeur aan nog iets van een low op zoeken, zeker als hij hier dichtbij ligt. In principe na meerdere liquidity grabs hoef je niet te verwachten dat hij daar nog een keer onder gaat komen. Alle liquiditeit is weg. Leg de stoploss eronder, entry hier op de bovenkant van de fair value cap en TP1 op 2R. En dan zou je de eerste TP in de pocket hebben. Volgende TP zou waarschijnlijk deze zijn. En dit is lokaal de liquiditeit waar je heen gaat bewegen. TP, ja, die kun je dus wel iets doortrekken zelfs nog. Dan heb je een hele mooie TP die je daarna in de pocket hebt. En de eerstvolgende is dan gewoon deze. Dus dit had je prima kunnen spelen. En dat zou dan je volgende TP zijn. En dat zijn flinke klappers, hè. Maar je gaat hier met een vrij grote positie in. Want die stoploss is maar 3,42%. En je doet totale positiegrootte delen door het stoplosspercentage. Nou, als je even snel rekent, dat is ongeveer 1/3 van je trade stack. Kun je dus in deze positie in. Stel dat is met 50k. Stel je hebt een trade stack van 100k. Nou, dan kun je dus ongeveer met 30k, 34k ongeveer kun je erin gaan. Als ik me niet vergis, iets in die richting. En als je daar dus dan zo'n TP'tje pakt, ja, dat tikt natuurlijk wel lekker aan, hè? En ik snap natuurlijk wel, de meeste van jullie hebben gewoon een kleinere portefeuille, hebben een kleine trade stack, maar dat gaat het ook niet om. Het gaat om dat je die percentages gaat draaien en dat je het perspectief blijft zien. Dat als je dat gewoon laat groeien, dat kapitaal, dat je op een gegeven moment dus met grote kapitaal komt te zitten en dan wordt het dus lucratiever. Ik zie nog te vaak dat mensen denken dat ze met 10.000 of 20.000 fulltime kunnen traden. Dat kan echt niet. Je hebt echt gewoon, ja, toch wel 60, 70k heb je zeker wel nodig als je een beetje degelijk wil kunnen traden en daarvan wil kunnen leven. Dat is gewoon belangrijk, want dan leg je iets minder die druk op jezelf. En als je maar 20k of 30k hebt, ja, dan moet je hele hoge percentage per maand draaien, wil je daar fatsoenlijk rendement uit kunnen halen. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Dus ga ook zeker niet denken aan fulltime traden als je pas net een jaar doet, of als je maar een trade stack van 10 of 20k hebt, want het gaat hem gewoon niet worden. Je moet gewoon rustig opbouwen en dan kun je op een gegeven moment een dagje minder gaan werken en het steeds iets verder afschalen totdat je het uiteindelijk fulltime kan doen, als dat uiteindelijk je doel is natuurlijk. Hè? Je kan het ook gewoon daarnaast doen. Goed, om even kort samen te vatten, ik kijk dus omhoog op Injective. Ik verwacht dat we deze high eruit gaan tikken op 44,86. En als het een beetje mee zit, gaan we dus al nieuwe yearly highs weer neerzetten. Arbitrum ook mega bullish. Ik kijk nog steeds gewoon omhoog. Entry nemen wordt nu een lastig verhaal. Het enige wat je kan doen is iets van consolidatie afwachten. En op dezelfde manier als hoe ik het telkens met Injective afgelopen jaar gedaan heb. En wellicht dit jaar ook wel weer ga doen. Dat dus doen, dus niet nu kopen, wachten totdat hij gaat afkoelen of het nou hier is of vanuit hier. En ga dan rustig positioneren. Dus je kunt denken van ja, maar dan stap je toch nog hoger in. Ja, maar wel met meer confirmatie, meer veiligheid en je kan je risico fatsoenlijk afdekken. Dat is wel echt een wezenlijk verschil.
ook al stap je misschien wat hoger. En dat is echt iets waar je over na moet denken en rekening mee moet houden. Als je dat jezelf wil aanleren met traden, dan moet je daar echt gedisciplineerd in te werk gaan en dus nooit groene candles gaan kopen. Goed, tot zover deze video. Heb je er iets van opgestoken? Zo ja, smash zeker even op die duim. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Denk zeker aan de tradercompetitie. Wil je graag profiteren en mooie prijzen winnen? Doe dan zeker mee via het linkje dat onder de video staat. Voor nu wens ik je nog een hele mooie dag toe en ik zie je graag bij de volgende video. Laters!